vertellen, als er godverdomme een Chinees kind in een put sodemieten, dan hoor je die mensen niet. Nee. En dat is ook wel begrijpelijk, laat wil ik zijn. Het stikt van de Chinees. Nee, het stikt ook van de Marokkanen, hoor. Laten we eerlijk zeggen, als ik in Nederland moet kiezen, stel je hebt een grote put en de... dit wordt echt levensgevaarlijk, hou het maar op. Jan, je hebt een mooi weekend gehad. Nou, dat viel eigenlijk wel tegen. Oh, nou, ik heb een prachtig weekend gehad. Ik ben op 2 teenage parties geweest. Waarom? Ja, daar werd de telefoon geen 2 keer over. Nee, maar we hebben al eerder gezegd dat jij geen nee kan zeggen. Maar laten we eerlijk zijn, er gaan natuurlijk al een tijdje verdachtmakingen en verhalen over jij en te jonge meisjes. En dan denk je, weet je wat verstandig is? Ik ga naar kinderfeestjes. Nee, teenage kan ook 18. Dat is net als zoiets als dat een Belg een makelaar opbelt en zegt, zit er wel een stevige kelder onder. Dan moet je gewoon, op een gegeven moment moet je dat niet doen. Vooraf hebben ze allemaal berichtjes gestuurd 18 plus te zijn. En? Nou ja, dat bleek anders te zijn toen ik er was, maar... Maar wat deed je er? Werd je ingehuurd? Nee, ja, we hebben daar gedanst en gezongen. Maar dus de 12 van die bakvisjes... Ja, dat was een volleybalteam. Volleybalteam en dan Dennis Schouten, die komt dan daartussen staan te dansen. Ja, Met zijn plastic haar, 26 jaar. Ja, ik was... Ik vind het een beetje triest. Ik was special guest. Special guest? Ja. En heb ik je niks voor gekregen? Ik had zo'n plastic beertje met special guest. Echt? Ja. En heb je niks voor gekregen? Nou, er vroeg iemand of ik mee wou naar het toilet. Echt? Ja. Voor wat? Ja, dat weet ik niet, maar die vader keek toch ook een beetje staan. Wie? Van de, ik wou zeggen 3, maar 12. Welke? Zo. Wie dat aan jou vroeg? Ja. Nou, meestal is dat de lelijkste. Ja, dus wie dacht je dan? Ik denk deze. Nee. Welke is het? Nee, met die rode cap. Maar, die naast je staat? Ja. Die vroeg, ga je mee naar de wc? Ja. Romantisch. Maar ik heb dat dus niet gedaan. Oh, wat leuk. Want die vader was er ook heel tijd bij me. Ja, het was echt... En wat deed Marco Borsato op dag rond? Ja. Wie is dat? Goed. Het was gewoon gezellig. Die dag daarna had ik er nog een en was hartstikke gezellig. Was je ook een? Ja. En daar ook niet op de ja, maar wc. Altijd met allemaal dames alleen maar. Super. Super gezellig. En ja, nou goed. Daar moet toch een man niet aan denken om op een damesverjaardag te komen? Nou ja, de enige types die dat leuk vinden, dat is toch jongens van de Pootstein. Die vinden dat leuk. Ja. Met de meiden. Laat me daar. Even lekker met de meiden. Ja. Leuk meid. Jan, overigens kwam er ook weer een filmpje voorbij dat je met een kerel weer stond te tongen. Ja. Niet dat we daar nog aandacht aan besteden, want dat is gewoon meer normaal. Nou, ik heb gewoon af en toe, zeg maar, ik stress mij de hele week om deze uitzending te doen. Dan ga ik weekend gewoon even los. Ja, tuurlijk. Dus jij hebt stress voor deze uitzending. En dan in het weekend moet je heel even met de man tongen. Nee, ik ben toch ook met hun geweest. Oh, je bent ook... Met die rode cap is later nog wel langs geweest. Alleen, ik vond het op het toilet zo ordinair. Meen je niet. Dan valt het allemaal mee. Dennis, in het weekend ga jij naar kinderfeestjes. En sta je te tongen met de kerel in de kroeg. Hartstikke leuk om eventjes die druk van je schoudertjes af te kloppen. Je hebt helemaal gelijk. Goed. Nou, ik zou even vertellen over mijn weekend. Of wil je dat niet weten? Ja, nou ja. Banden weer lekker gestoken. Ja. Ja, wat ja? Het stond zelfs groot op linda.nl. Wat? Jouw roze banden lek gestoken. Nee, niet. Ja. Oh. Het raakt me niet. Ik denk nou toch dat per ongeluk is overgenomen. Ik denk dat als Linda de Mol ziet, dat er stukjes over mij op haar websiteje komen. Dat ze nogal kwaad wordt. Dat ze dan nog meer zich het slachtoffer voelt. Linda zou dat toejuichen, denk je, die banden. Ja. Maar ja. Het is onderhand wel vervelend, denk ik, dat het steeds... Nou, weet je, het raakt me niet in zoverre dat ik me onveilig voel, wat dan ook. Alleen is fucking irritant. Het kost gewoon heel veel geld. Hmm. En ik moet altijd 2 dagen wachten tot mijn auto weer gemaakt is. Dus... ben jij degene die mijn banden lek breekt? Stop ermee. Want... Ik vind ook echt, als je echt stoer bent, je hebt zo'n hekel aan die bent, wacht dan gewoon voor zijn deur en sla me in voor zijn bek. Ik bedoel, dan heb je nog karakter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk ook wel voor kies. Ja, dus als je dat wil doen, dan mag dat ook. Maar prik niet mijn banden lek. Want er komt een dag dat ik weet wie je bent en dan prik ik jou lek. Of, dat is niet handig om dat te zeggen. Nou ja, goed. Nou ja, goed. En dan nog meer slecht nieuws. Echt slecht nieuws. En... Charlie Luske. Dat begint al heel slecht. Ja, nee. Wat een ongelofelijke pannenkoek is dat toch? Verschrikkelijke. Charlie woont ook in Almere. Die ken jij toch ergens van? Ja. Waarvan? Ik weet het niet meer. Waar ken je het toch van? Maar, ik weet het niet meer. Maar nee. Je komt er wel eens tegen. Ik kom wel eens tegen. Charlie Luske, die is ooit 8e geworden. Bij de Voice of Holland, geloof ik. Ja.
Ja, dat en, is... en hij heeft een leuke vrouw, Tanja Yes. En Tanja Yes, die was 15 jaar geleden, speelde niet in goede tijden, slechte tijden. En Charlie Duskamp voelt zich wel nog steeds echt een crème de la crème A-status ster. God, ik weet waarom. Zo loopt natuurlijk wel bij. Hun wonen altijd in Neder-Oostenberg, maar wonen nu gezellig met mij in Almere, omdat Neder-Oostenberg te wit was. Mm. Nou, dan ben je in Almere aan het goede adres. Ja, nee, ja. Dat klopt. Ja. Hier lopen nogal veel mensen overdag op straat. Ja. Mag ik dat zeggen? Veel mensen. Ja, het ging hun om de huidskleur. Nou ja, goed. Of bedoel je het iets zwart van de mensen? Nou, laat ik maar. Nee, dat het overdag is. Dat de mensen overdag op straat. Ik snap dat niet. Nee. Dat is maar goed ook. Is dit een racistische... Dat is een racistische. Oké, okay, nou, dan slaan we die over. Maar Charlie Luske, die organiseert altijd voetgolftoernooitjes. Ah, oh, wat leuk! Wat is dat? Ja, voetgolf. Dat je een golfballetje met je voet in een gaatje schopt? Ja, dat je vanuit stilstand... Of met een voetbal? Nee, ja, nee, met een voetbal... Maar is het nou golfbal of een voetbal? Golf met een voetbal. Met Charlie Luske. En... oh, leuk. Ja. Ja. En, maar mag ik wat vragen? Dus je legt de bal neer en dan moet je in zo snel mogelijk, zo min mogelijk schoppen, die bal in een gaatje schoppen. Ja. God, stom zeg. Nou ja, maar het speelde is, ik kwam Charlie tegen en Charlie zegt Dennis... Waar kwam hem tegen? Oh no! en Charlie zegt zo, Dennis, hij is boos. Ja. Jij en Jan zijn niet meer welkom bij het voetgolftoernooi. Ik werd helemaal niet uitgenodigd. Ja, ik wist dat ook niet. Ik zeg, oh. Oh? Ja, oh, ja, nee, ja. Wij mogen deze zomer niet naar het Charlie Luske voetgolftoernooi. Want wij zijn niet discreet. En, ik zou liever met een biefstuk aan mijn lul een pitbull boerderij binnenkomen... dan naar een voetbalgolftoernooi van Charlie Luske. Ja. Ik zou echt, nou, ik zou liever, nou ja, in mijn blote kont... Nou ja, laat ik dat ook maar niet zeggen. Maar... Er is intern overleg geweest. Met maar hoezo? Ja, kennelijk zijn wij toch, omdat die man die ontmoet mij dan... die vertelt mij dan altijd het hele verhaal... en dan mag je daar niks van vertellen. Ja, dan moet je bek houden. Maar goed, op een gegeven moment dat ging maar weer door... en toen, nu mag ik niet meer naar het voetgolftoernooi. Vanwege dat je niet discreet bent? Ja, omdat hij ooit met zelf Marco Bussard... omdat ik dat vertel. Toen kwam ik er weer tegen, toen was hij hartstikke boos. Hij zegt, je mag er niet meer in. En jij ook niet. Ik ook niet. Jij ook niet. Maar hoezo ik niet? Ik kom Charlie Luske nooit tegen omdat waar je hem tegenkomt. Omdat het een evenement is vol BN'ers. Want ik zit namelijk niet op dezelfde... Dat is een evenement vol BN'ers. Daar zit ik niet op. Dat is een evenement vol BN'ers. Ik zit daar niet op. Dus ik kom Charlie Luske nooit... Maar het is toch raar, Charlie Luske? Als je zo tegen discriminatie bent, waarom straf je mij voor dat hij niet discreet is? Maar wil je weten wie we missen? Wie er allemaal zijn? Maar dat is het voor de crème de la crème. Het is echt een BN-event die we nu missen. Je hebt een veertje aan je... Ken je dat liedje? Er is een vogel en die kon niet kakken. Er was een veertje aan zijn poepert blijven plakken. Hij zei verdie, hij zei verda, hij zei verdommen. Hoe is dat veertje toch aan mijn poepertje gekomen? Ja, dat vind je aan je... Ken je dat liedje? Nee. Maar dan ben je natuurlijk wel benieuwd welke BN'ers missen, hè? Want het is crème de la crème. Ik noem op. Danny Vroger. Wie? Danny Vroger. Nee, het is René Vroger. De zoon van René. Oh, de zoon van René. Leuk, ja. Danny. Juri Cornelissen. Wie? Die heeft ooit... Oh, dat is een oud voetballer van FC Groningen. FC Groningen. Ja. In de jaren 90. John Eubank. Hey, de grootste vriend van Marco. Het is eigenlijk maar goed dat we er niet waren. Want John Eubank verdient nu geen kloten. Omdat Marco Bazzato niet meer gedraaid wordt. Nee. Dus dat was niet gezellig geworden. Nee. Ga door. Joefat Westendorp. Wie? Wat mensen van Temptation Island. God, leuk. Ellery Cairo. Wie? Ellery Cairo? Ellery Cairo. Wie is dat? Dat was ooit een voetballer best. Oh, leuk. En Tanja Yes was er voor de drankjes. Hmm. Zonde dat we dat missen. Nee, ja, ik ga toch niet naar zoiets belachelijks donderdag op. En zogenaamd mensen... Dit zijn allemaal mensen die niet of nauwelijks bekend zijn. En die gaan dan met elkaar de BN'er uithangen. En dan moet je godverdomme nog een bal in een gat schoppen. Ja, dat doe ik echt niet aan mij, die onzin. Ja, ik weet dat jij godverdikke nog voor de opening van... Wat zeg ik voor de opening van een envelop? Voor een tienerverjaardag rij je nog een stukje op. Maar ik doe aan dit soort onzin niet mee. Maar dus, Tanja duwt de keer erin.
Ja, die heeft waarschijnlijk hele ingewikkelde Afrikaanse hapjes. Ja. Want die vindt namelijk gewoon bitterballen vindt ze racistisch. Ja. Ja, nou ja, dat gaan we allemaal mis. Zonde. Nee, maar wij mogen niet komen omdat jij niet discreet bent. En nu vertel je dat hij vindt dat we niet mogen komen omdat jij niet discreet bent. Zou hij dit leuk vinden? Nee, hè? Nee, ook de wintereditie missen we dan weer. Godverdomme. Jammer, Charlie. Ach, nou ja. Oké, dan gaan we naar het verhaal van de week. Jan, jouw club, hè, je bent een echte Ajax-iet. Sterker nog, Jans Zoon heeft daar ooit gevoetbald. Maar die stond nog geen wedstrijd in het doel en toen werd het team opgedoekt. Zo is het helemaal niet gegaan, ongelooflijk vervelende vent. Hoe is dat dan gegaan? Die jongen is echt een super talent. Die, ja, die jongen die komt niet eens boven de tafel, die is keeper. Dat is een soort van lamproe qua lengte. De totale onzin, man. Die gozer is 12. Ja. Is een super, super talent. Ja, gescout door Ajax. Op de Ajax-school. En toen is hij weggestuurd omdat er corona kwam. Ik had die jongen helemaal niks te doen. Mijn vader noemde mij ook altijd de Jaap Stam van VV Glanenbrug. Dus dat zegt allemaal niet zo heel veel. Prima, maar je bent de enige die jou ooit gescout heeft, is je vader. zodat je ook met je achterlijke kop kaas kan verkopen in die kutkar. Haal er alsjeblieft op, zeg. Goed. En dan mag je na het werk mag je misschien wel je komen lam suipen met een half kratje bier in zijn privécafé. Maar dan ging het er niet om. Het ging helemaal niet om. Maar waar moet je dan godverdomme altijd mijn kind beledigen? Mark Overmars. Mark Overmars, ja. Ineens out of the blue toch wel. Ik denk dat het de beste technisch directeur is die jullie ooit hebben gehad. Ja, 400 miljoen euro winst. Top transfers heeft Ajax weer mee laten doen. Aan de top van de wereld. Ja, Europa, samen met Van der Sar en Ten Hag hebben ze Ajax weer naar de absolute top gebracht. En dat dondert nu in één keer in elkaar. Omdat Mark zijn Markje door aan het sturen was. Ja, Mark heeft foto's van zijn geslachtsdeel gestuurd naar dames. Ik denk niet dat hij een hele grote pik heeft als ik eerlijk ben. Niet? Ik denk dat het een beetje jouw postuur dus. Een dik pikje heeft. Ja, wat betekent, hoe doe je dat? Nou ja, dat jij misschien jezelf kan identificeren met Mark en dan kunt voorstellen hoe het eruit ziet. Nou, ik heb niet zo heel lang geleden een oproep gedaan aan dames. Wil je een dik pik van mij ontvangen? Stuur mij een DM'tje. Ja. Ik heb geen klachten gekregen. Dus, maar ook geen aanmeldingen? Zeker, heel veel. Ja, echt heel veel. Ja, kan ik zeggen. Mensen waren enthousiast. Ja. Mensen waren enthousiast. Ja, gelukkig hebben maar daar gaat het even niet over. Het ging over Mark Overmars. Nou, laten we eerlijk zijn. Mark Overmars zit in een machtspositie. En dan moet je dat niet doen. Als je directeur bent, moet je niet naar mensen die onder je werken. Je piemel sturen. En laten we eerlijk zijn. Jij en ik weten dat het niet alleen maar ging naar vrouwen die achter de bar stonden. Nee, ja. Want wat heb ik op de sportschool gehoord? En daar weet ze. Op de sportschool heb je de verhalen der verhalen. Ja, op die sportschool waar, hoe heet die ook zit? Hoe heet die lul nou? Juvat, Westerdorp. Nee, die gozer die achtste werd bij The Voice. God, hoe heet die nou, die man? Die is met Tanja Jess, hoe heet die nou? Ja. En die vertelde er allemaal dingen altijd. Ja, die van het voetgolftoernooi, hè? Zou kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nee, die vertelde dat niet, maar het schijnt dus ook dat daar regelmatig dat Mark Overmars zijn geslachtsdeel stuurde en op date wilde met dames van Ajax 1. Ja, van de voetbaldames. Maar dat gebeurde al 6 jaar terug. Ja, maar weet je wat het is, Dennis? Je kan nu op dit moment even helemaal niks doen. Hè? Dat was bij de vorige MeToo-golf ook. Kwamen allemaal mensen met verhalen boven. Nou ja, er zijn meerdere mensen opgevallen. Hè? En terecht. Overigens komen daarna dan de huilertjes die dan zeggen, ik ben ook wel een keer aangeraakt. Maar moet je dan na het hebben, nu zie je overal op tv zeggen, wat een helden die vrouwen. Die vrouwen hebben zoveel zorg nog. Die vrouwen hebben wat appjes gekregen, wat geslachtsdelen gezien. Kijk, als je verkracht bent is verschrikkelijk, aanranding ook nog verschrikkelijk. Maar op het moment dat je een paar vervelende appjes krijgt, die vrouwen moeten geholpen worden in de hulp. Wat voor hulp heb je dan nodig? Ja, weet je... Kom op, zeg. Ik ben geen vrouw, Dennis, maar ik zou je vertellen... Het begint nu een beetje uit de hand te lopen. Wordt bij de vorige keer bij de MeToo-golf ook. Hè, er waren eerst vrouwen die waren echt misbruikt of echt verkracht... of echt ellende en aanranding meegemaakt. En op een gegeven moment staat er dan een vrouw van... ja, ik ben 12 jaar geleden ook op mijn bil aangeraakt. Mag ik ook slachtofferhulp? Ja. Weet je, of die verzonnen dat ze... Op een gegeven moment, ja, achteraf gezien ben ik misschien toch eigenlijk ook wel verkracht 10 jaar geleden. Weet je, maar je hoort nooit een man die zegt, ja, bij uitgaan werd ik in mijn kruis gegrepen. Nee, nooit. Ja, hoofdzaken en bijzaken scheiden in deze discussie, dat is snel voorbij. Overigens is het inderdaad wel zo. Hoeveel mannen zeggen van, ik ben wel eens onzedelijk betast door een vrouw, ik wil nu aandacht. Ja, voor mij nul. Nee, nooit. Maar zou jij zo'n Overmars dan ontslaan?
Nou, ik vind het een lastige. Nou, ik helemaal niet. Zolang er niemand heeft gezeten, vind ik onze niemand is dat veel belangrijker. Als die vrouw van de receptie of die van dames... Nee, je zit in een machtspositie. Ga dan even bij Heracles voetballen. Je zit in een machtspositie en als je dat dan op een bedwingende manier, die oude geilneef, je sneeuwt... Dan blokkeer je toch die man? Ja, maar... Dacht je nou echt dat zo'n man je ontslaat? Maar waar het om gaat, is dat die meisjes die spelen dan in Ajax 1, die krijgen dan van de hoofd voetbal, de directeur voetbal, Mark Overmars... De man achter het succesvol Ajax op dit moment. Dan krijg je hem zijn snikkel toegestuurd. Dan zou je eigenlijk willen zeggen, sodemiet erop, klootzak. En dat doe je dan toch maar niet. He, je doet het toch maar een beetje voorzichtig, omdat je je positie niet kwijt wil. Dus, en dat is natuurlijk vervelend. Daarbij is het NEC zat er natuurlijk al lang achter dat verhaal. Dus ze hebben een vlucht naar voren genomen. Dus ze hebben gewoon gezegd, ja Mark, sodemiet er maar op. En dan is het gelul afgelopen. Ja, het is ook een beursgenoteerd bedrijf. Hè. Dan kan straks iedereen eruit. Maar goed. Het zal me niks verbazen dat dit nog heel veel koppen gaat kosten. Want laten we eerlijk zijn. Vrouwen versieren, dat doe je toch tegenwoordig wel met je mobiele telefoon. Ja. Want ik ga niet naar de supermarkt naar iemand toe, hoor. Ik zoek dat. Dan kan je beter op Instagram of zo even een berichtje sturen. Ja, maar dan kun je beter eerst een akkoordje op de Instagram of een bericht afsluiten wat je met haar gaat doen. Want als ik met dat meisje bijvoorbeeld... Stel nou, ik was met dat meisje het weekend wel naar het toilet gegaan. En na de tijd zegt zij, terwijl zij dat aan mij vroeg... Van ja, ik ben nou op het toilet verkracht door hem. Terwijl ik samen op plassen. Nou, dan hang je aan de hoogste boom. Je wordt nooit veroordeeld, maar je bent klaar voor altijd overal. Ja, maar en dat is toch... wel de kant waar je nu naartoe gaat. Ja, maar je gaat toch zo überhaupt niet... Al was een vrouw van 48 met iemand naar het toilet om te wippen. Ja, sorry hoor. Ik hou echt wel van een wipje op zijn tijd. Maar in een wc, dat is toch. Dat vind ik echt helemaal. Ja, dat heb ik toch ook niet gedaan? Ja, maar... Ik heb al later uitgenodigd in Almere. Is ze langskomen? Ja. En? Ja, ja. Hè? Ja. Ja. Nou, ze heeft schriftelijk akkoord gegeven. En heb je ook even een kopie van de paspoort genomen? Ja. Mooi. Hè? Op de team party. Maar goed, dat doet er even niet toe. Gaan we naar de scoop? Het loopt een beetje. Nou, nog heel even. Het kaft. En het koren, de hoofd- en de bijzaken moeten gescheiden worden. Dus dames, hou alsjeblieft op met je gezeur. Er was laatst een van de theemuts in de Gelderlanden. Die zei, ik heb ook last gehad van seksueel overschrijdend gedrag. Want er kwam een kerel naar me toe en die zei... Wil je een keer samen met mij de honden uitlaten? Want ik vind je mooi. Eén groot jankverhaal. Maar is die ook naar de politie gestapt? Nee, die kwam met in de Gelderlanden. Oh, die zocht de krant. Die zocht de krant zo'n verhaal. Ja, ik ben seksueel overschrijdend gedrag. Heb ik ook ervaring mee. Want iemand zei dat ik mooi was. En die wilde de honden met mij uitlaten. Hé, hey, hou je bek. Ja, maar dat is te verschrikkelijk. Hou gewoon je bek. Het gaat niet om jou. Ga weet ik wel, macramie of macramee. Hoe heet dat? Macramee? Geen idee. Volgens mij is het Japans vouwen. Maar het is zo snel. Ik wist nog dat... Nee, maar dat is gewoon lul, Dennis. Want misbruik... aanranding, verkrachting is heel erg. En vrouwen die nu roepen, ja, ik vind het ook heel vervelend, want Piet heeft laatst gezegd dat ik zulke mooie ogen heb. Daar gaat het even niet om. Jezus. Nee, maar ook als je ziet, ik was 5 jaar geleden met mijn zusje vakantie en er was zo'n vent, die zag zij wel zitten. En nou, hij wou graag, en ik zei zo, ja, ik kan wel wat regelen dat ze bij je slaan, maar het kost dan 5 tientjes. Ja, dan... Een leuke nacht. Hij, ik, 5 tientjes. Ja, want dat is het probleem. Ja, zo kon dat toen nog. En laat eerlijk zijn, 5 tientjes voor Celine. Dat is de hoofdprijs. Ja, dat had ik eerlijk weten. Ja. Ik heb betaalde die per kilo. Als die per kilo de euro betaalde, had ik bijna 100. Nee, zo snel gaat het niet. Ze zit nu op de sportschool. Ja. Gaat goed, we sporten samen. Hè. We worden straks net zo strak en gespierd als Charlie. Maar we hebben wel een echt verhaal. Oh. En, niet leuk verhaal, het is wel scoop. Dus ik doe heel ingetogen. Ja, maar wel een echte scoop, hè? Ja. Ik ben wel opnieuw naar de ingetogen echte scoop, ja, natuurlijk. Ja. Scoop, yeah. Ja, en dat gaat over een speler van Ajax, Donny Warmedam. Ja, sorry, weer jouw weer club, Ajax. Het is maar goed dat jouw zoon er is weggetrokken met kop en staart. En die zegt verkracht te zijn. Die gaat ook aangifte doen tegen Donny Warmedam. Dit zou zijn gebeurd. Wat? Dat klopt niet wat je zei. Donny Warmedam, die zegt verkracht te zijn door Donny Warmedam. Dat wordt heel ongewikkeld. Dat kan niet. Zal ik hem dan nog maar een keer doen? Ik denk dat Donny zichzelf niet heeft verkracht. Oh, ja, dat is een gevoelig onderwerp. Ja, maar Dennis, je hebt te veel voorbereid. Daarom gaat alles mis. Het zweert, schiet me uit. Oké, er is een meisje, die was bij mij in huis, op bezoek. We gingen op date voor de 2e keer, kennen haar via het internet. Ze is meerderjarig, 19. Toen 18, een half jaar geleden, was op een feestje en daar was ook Donny Warmedam.
een man van jouw club, speelt bij Jong Ajax, zit is wel eens bij de selectie van het eerste van Ajax. En zij zegt, toen verkracht zij door hem. Zo. Zij heeft vandaag melding gedaan bij de politie. En zij heeft ook een afspraak gedaan om echt aangifte te... Aangifte van verkrachting tegen een voetballer van Ajax, van Jonge Ajax. Ja. En waar je dus gisteren toen vertelde ze dat, dus ze twijfelde al heel lang over, maar dit trok haar over de streep. Vertel het verhaal. Nou, ze was dus hier op bezoek voor de tweede keer. Nee, niet het verhaal hier. Wat er gebeurd is met die voetballer. Oh, je wil niet. Dit is bijna een rol. Ja, je bent drie minuten in de slaapkamer geweest en toen ging ze totaal teleurgesteld naar huis. Nou, dat kennen we nou wel. Nee, dat is daarna dus niet eens meer gebeurd. Nee, want je ging zin meer dat. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Was allemaal emotie en... Maar goed. Ja, nee, ja. Dat... Vertel het verhaal dan maar. Oké, okay, zij was dus een half jaar geleden op een feestje. Ja. Daar was hij ook. Ja, ja, dat, ja. Ja. En in Voorhout. Een leuke plek. Ja, en zij vonden hem wel een leuke jongen. Toen hadden ze gezoend. En op een gegeven moment trok hij... Ja, dat is allemaal hoe zij mij het vertelde. Ja, 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 ja. Trok hij haar naar boven. En toen wou hij meer dan zoenen. Toen duidelijk zegt, nee, ik wil zoenen. Maar daar houdt het ook echt mee op. Ik wil niet meer. Nee. Nou, en toen heeft ze... Maar toch trok hij toen haar broek kapot. Heb ik foto's van gezien. En, van die kapotte broek? Ja. Oh, en heeft toen met haar de daad verricht. Zij wilde dat niet. Na ongeveer 3 minuten is zij de situatie ontglipt en huilt van het feestje vertrokken. Maar wacht even. Zij zei, ik wil niet meer dan dat. Hm. Hij ging verder. Hij heeft de broek van de kont afgetrokken. Nee, kapot getrokken. Ja, ja. Ja, je moet toch die broek van de kont en dan de kapot getrokken. Ja, maar als je hem open scheurt dan... Ja, nou, en daarna heeft hij de verkracht. Ja. Zo heeft zij dat inderdaad ervaren. Ze heeft duidelijk nee gezegd. Ze heeft gehuild. Ik heb na de tijd ook gezegd tegen haar. Ik zeg, heb je misschien iets? Hè? Want het is in zo'n situatie heel moeilijk om aan te tonen. Ja, tuurlijk. Ik zeg, heb je daar bewijs van? Nou ja, ze heeft daarna appjes gehad van mensen die haar huilend zagen vertrekken. Van waarom ben je huilend vertrokken? Wat is er gebeurd? En op dat moment deed ze ook haar verhaal toen. Die appjes heb ik gezien. Toen heb ik tegen haar gezegd, maar waarom heb je aangifte gedaan? Zegt ze, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar door alles wat de laatste tijd is gebeurd, overweeg ik wel om dat te doen. En dat heeft ze dus nu wel gedaan. Ze heeft vandaag, dinsdag, nemen wij op, melding gemaakt bij de politie en een afspraak gemaakt om aangifte te doen. En dat gaat ze in februari, heeft ze nog een afspraak om dat daadwerkelijk te doen. Ah, dus er is een aangifte van verkrachting tegen een jong Ajax-speler. Donnie Warmda, basisspeler. Heel heftig. We weten natuurlijk niet of het gebeurd is. Daar moet de politie natuurlijk onderzoek naar doen. Zo simpel is het. Nee, maar met wat ik heb gezien... gewoon op haar telefoon, foto's, berichten met mensen, meerdere mensen... heeft een goede kans verslagen, laat ik het zo zeggen. Nou, dat het waar, dat het gebeurd is. Dat het waar is en dat die jongen wordt vervolgd. Nou, wat heftig, man. Ja. Ik ben er helemaal... Sinds wanneer hebben we dit soort scoops? Sinds ik dit toevallig tref als ik met iemand afspreek. Ja, het was ook niet zo'n afspraak als mij. Ik heb ook aan haar gevraagd. Ik zeg, vind je het erg dan? Wil je dat ik het breng? Want ze wist natuurlijk wat ik maakte. En toen zegt ze dat met wat mitsen en maren en afspraken... mocht ik het zo brengen als we het hebben gebracht. Zij vindt het nu wel fijn dat zij een bepaalde erkenning krijgt. Dat is het wat zij wil. Want zij, ik zei ook tegen haar, want zij wist ook niet zo goed. En ik heb er ook weinig verstand van. Ik zeg, ja, ik weet niet of die wordt veroordeeld. Maar ze zegt, ik wil wel graag... Zij zit daar nog mee. En ik kan me voorstellen als dat nou veel wordt besproken... en dat komt terug. Dat... Nou, in ieder geval, we gaan het gewoon volgen. Het zou verschrikkelijk zijn voor haar natuurlijk. Is het al verschrikkelijk. Maar het zou wel goed zijn als er een keer wat mee gedaan wordt, dat wil ik zeggen. Ja, maar ik vind het ook zo'n dom... Stel nou, jij was profvoetballer, dan zou dit toch wel het laatste zijn wat je in je hoofd had. Nou, ik denk dat het niet helemaal te maken heeft met je sport of met je vak. Nee, oké, maar stel nou, ik ben banketbakker. Dan heeft dat minder gevolgen, dan is het nog even erg, maar dan... Ben je veel minder te raken. Dat is toch minder te raken. Je verkracht toch sowieso geen vrouw? Nee, ik doe dat ook niet. En sterker nog, ik kan niet eens... Dat heeft toch allemaal niks te maken met of je voetballer bent of metselaar? Nee, maar dan word je toch veel meer... Als wij ons zouden misdragen jegens een vrouw... dan wordt dat veel meer uitgemeten. Word je veel groter gestraft dan als je kaasboer bent. Ja, maar goed, ik vind dat gewoon iedereen die vrouwen verkracht, dat die aan de hoogste boom moet hangen. Het is wel simpel als je bij mijn dochter doet, dan kom je nooit in gevangenis in. Nee, ik snij je helemaal in een legpuzzel. Dat wordt een verschrikkelijk bloedbad. Nee, dat is het allerergste wat er kan gebeuren. Maar ik denk niet dat het te maken heeft met van, laat ik het maar niet doen, want ik ben voetballer. Als je überhaupt in je hoofd haalt om dat met een vrouw te doen, dan ben je gewoon een totaal geschifte hufter gewoon. Dat is niet normaal, dat is ongezond. Ja.
Nou ja, goed. We moeten het afwachten, Dennis. Ja. Nou, hartstikke leuk verhaal. Wat kanonen. Goed, dan kunnen we nu iets luchtigere kant op. Luchtigere kant. Ja, dat wordt ook wel tijd zweet brak me uit. Ik heb de hele nacht er niet om geslapen. Dat meisje was bij mij. Ja, maar vriend, allemaal leuk en aardig. Maar het is ook, het is een heel heftig verhaal. Maar ja, om dat nou leuk te brengen in roddelpraat, ik weet het niet hoor. Nee, nou ja, dat was allemaal doorbesproken. Doorbesproken? Ja. Met wie? Ja, met haar. En zij met de politie. Goed. Het is ook wel een heftig verhaal, maar laten we zeggen, de sfeer is aardig doodgeslagen. Ja, dus gaan we nu naar, Femke Louise. Is dat een leuk sfeertje? Godsamme kraken, zeg. Het wordt alleen maar onvervelender. Maar we hebben wel een scoop. Scoop, yeah! Ja, want vorige week maakte ons druk de rechtszaak met Femke Louise. Komt die nou wel of niet? He, wij lieten een diss track horen, hebben toen gediscussieerd. Wat zou ze daar nou mee bedoelen? Was een lied over Ali B. Hij liet zijn broek zakken, was een foute man. Takkie takkie, je kunt me niet meer rondslaan. En toen hebben wij gezegd, het zou wel eens kunnen zijn gebeurd dat daar rare dingen is gebeurd. Toen riep Femke, zij roepen dat ik ben misbruikt. Zij roepen dat ik in elkaar ben geslagen. Zeiden we niet. Zo is het nooit gezegd. We lieten wel die diss track horen. Zeker. En ze is hartstikke boos, want we hebben haar auteursrechten geschonden. Ja, gewoon lul, want dat ding stond al op je eigen Instagram. Want lul niet. En dat is door naar heel veel adressen gelekt. Want wij hebben hem toch niet van jou gekregen. Ja. We hebben het via 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 gekregen. Kunnen we zeggen via wie? Nee, dat zullen we niet zeggen. Phoenix. Oh, zeker? Nou ja, iemand die daar vroeger ooit... Oh, heb ik dat gezegd? Ja. Nee, oh, Charlie heeft nog zo gezegd, wees nou eens discreet. Als er ooit een voetgolftoernooi van Phoenix komt... Charlie. Of ik geknipt dat je YouTube? Nee, ja, ja. Maar goed, we waren natuurlijk... Even blurren. Komt de rechtszaak nou wel of niet? We hebben een scoop, Jan. De rechtszaak die komt 4 maart, half 2. Oh, je bent er blij mee? Ja. In Amsterdam. Heerlijk. Wel vervelend. Ja. Nee hoor. Nee. Die Famke Louise, het moest zo snel mogelijk. En krijzen en gillen en dat boel. En toen hoorden we niks meer. Wat bleek nou, ze was op Curaçao. Ja. Wisten wij veel. De opa van die slager was dood. Ja, dat is natuurlijk dramatisch. Heel vervelend. Maar dat je daarna nog 2 of 3 weken langer in Curaçao blijft, dan heeft het toch wel weer iets meer met een vakantie. Want er zit een hele dikke villa met z'n drieën. En dat ging natuurlijk allemaal zo'n verlengde vakantie na een treurig voorval. Is natuurlijk veel belangrijker dan een kort geding, want het heeft zoveel haast. Dat het ook 1,5 maand later voor de rechter kan komen. Maar ik zou je wat vertellen. Als jij heel graag wil dat die diss track zo snel mogelijk van de webs verdwijnen, kan je toch gewoon een kort geding ook doen terwijl je zelf in Curaçao zit. Dat zou ook nog eens kunnen, ja. We slaan dat erop. Dat zou ook nog eens kunnen. Dus nu gaan we 4 maart in een kort geding voeren. Terwijl al die tijd het allemaal online is geweest. Ja, de hele uitzending. Het is wel heel erg geraakt. Wat een gelul. Maar goed, we hebben het kort geding ontvangen. En wat eisen nou? Dat we alle haar kosten gaan betalen. Nou, we hebben een dagvaarding ontvangen van 26 pagina's. Dus die advocaat zal wel lekker schrijven. Maar die dagvaarding was wel opvallend. Nou, ik zou je vertellen, even 1 ding. We gaan sowieso winnen met 2 vingertjes in de neus. Want wij hebben Radboudje. En Radboudje jou dat ook wint alle zaken voor ons. Ja. Ondanks dat we er niet zoveel aan hebben. Radboud wil niet meer MC Radboud genoemd worden. Had u dat gevraagd? Ja. Sorry, Radboud. Het was heel grappig, want ik zat dat te lezen. En het hele verhaal gaat eigenlijk om hoe erg slecht wij zijn als mensen. Ja. Wij zijn mensen die de hele dag niks anders doen dan andere mensen kapot maken. En beschadigen. We zijn hele vieze, nare, gore mensen. Ja. En we doen dat niets anders dan dat. Wat een vieze, nare, gore mensen. Ik heb zelfs nog een strafblad. Ja, dat staat er ook allemaal in. Staat er gewoon in. Ja. Wat dat in godsnaam te maken heeft met een auteursrechtschending, mag Jezus weten. Ja. Maar het staat er wel allemaal in. En Dennis is ook zo'n hele grove vent, want die heeft ook heel veel rare dingen gedaan toen hij bij Poot heeft gewerkt. En Jan is toch ook wat. En zo'n verhaal van die advocaat. Eruit gegooid bij Talpa. Ze is smerig geweest met een Juice Channel. Ja. En ik zou je sterker vertellen, ze zijn er zelfs uitgegooid bij John de Mol vanwege hele heftige uitspraken over transseksuelen. Ja. Toen citeerden we een trainee zijn. Ja, weet je nog? Het is te schande. Ik heb ook meer het idee als ik die dagvaring lees, dat ze meer een aanval doen om van dat ze eigenlijk hoorden ze het liefst van de rechten dat wij
vastgezet moeten worden en nooit meer programma mogen. Dat hele verhaal gaat helemaal niet over dat stomme liedje van de. Nee. Wat er overal bekend was. Het hele verhaal gaat nu over, wij gaan Roddelpraat kapot maken, want Roddelpraat is een hele slecht programma. Nou ja, dan zien we je toch gewoon. Oh ja, er stond zelf in, see you in court, bitch, had ik gezegd, stond er ook dan in. Ja. En dan bitch hadden ze dan wel en ook, de ook, ook, een kruisje gemaakt. Dat wij slecht smakeloos publiek hebben, want alle reacties op onze website zijn ook nog eens uitgetypt. Ja. En neergezet. Dus ook onze kijkers zijn ook misselijkmakende types. Ja, dus laten we eventjes een resume overlaké maken. Famke Louise, ja dat is toch, laten we zeggen, het morele kompas van Nederland. Ik doe niet met mij. Ik doe niet met mij. Ik doe niet met mij. Twee knikkers in haar hoofd. Maar die gaat de strijd aan met de Roddelpraat. Want wij zijn een smakeloos, smerig, grof programma. En dat gaat ze proberen te breken. Maar de vraag is, laten we ons breken? Ik zeg nee. En ik weet zeker dat onze supporters en ons publiek er ook zo over denken. Want is het ook fantastisch als die allemaal voor de rechtbank staan? Wie? Oh, de kijkers. Oh, je gaat niet weer zo'n hele manifestatie organiseren. Ja, dat zou hoor. Fantastisch zijn als jullie daar allemaal met vlaggen, spandoeken en andere leuzen staan. Hij heeft vorige keer ook geholpen. 1:30. Dus als jullie daar rond een uurtje of 1 aan staan met allemaal vlaggen, dan. Nou ja, dat is toch een mooi statement. Ja, de advocaat zei, doe dat alsjeblieft niet. Nee, maar doe het maar niet dan. Maar doe het maar wel! Yes! Boom! Dan gaan we naar FunX. Hadden we daar een tijdje geleden over, want die hadden een podcast met allemaal interessante mensen. Hele leuke, interessante jongemannen. Ja, dat bestond eigenlijk allemaal uit rappers zonder rap-hit. Ja. En die, ja, nou ja, wat hadden ze ook alweer gezegd? Nou, het kwam er een beetje op neer dat ze het heel goed zouden begrijpen dat wij in elkaar geschopt zouden worden. Mishandeld, onze spulletjes kapot gemaakt, huizen in brand gestoken, kinderen door de gakmolen. Nou, dat allemaal vanwege onze uitspraken, want zij waren van de straat. En op de straat wordt niet gesproken, daar spreken alleen maar de vuisten. Op en dan met hele moeilijke taal en heel veel termen die ik niet ken. En ineens is het klaar met de podcast. Hoe kan dat dan weer, Dennis? Ja, en eerst is er een bericht gestuurd door iemand die daar op de achtergrond mee helpt. Zoals meerdere van jullie al dachten, is de podcast gestopt. Oh. Mocht de podcast ooit terugkomen, dan zul je het wel weer zien. Maar hij komt niet meer en er is ook geen reden. Heel vreemd. En dat is toch wel gek, hè? Vlak daarna dat het allemaal normaal was. En ineens is de podcast weg. En waarom is die podcast dan weg, Dennis? Nou, toen heb ik dus FunX gebeld. En? Dan neemt in eerste instantie in Amsterdam dan niemand op. Oh. Maar dan kun je ook nog naar Rotterdam bellen en ook nog naar Utrecht. Toen dacht ik, goh, wat een boel kantoren voor iets wat zo klein is. De NPO, hè, geld klotst over de printjes. En toen belde ik in Rotterdam en toen, ja, hallo met Shimani. Ja, het was in ieder geval een, ik denk een Marokkaans. Licht exotische naam. Zoiets. En toen zei ik, ja, goedemiddag, Dennis Goud, Roddelpraat. Ik lees dat de ADF-podcast niet meer doorgaat. We hebben eigenlijk, zijn wel benieuwd waarom. Ben ik dan bij jou met het goede adres? Nee. Hoor op de haak. Wel netjes, NPO, de Nederlandse publieke omroep, waar iedereen belastinggeld heen stuurt. Dat als er een vraag gesteld wordt, dat de horen op de haak wordt geflikkerd. En toen was er ineens, stonden alle medewerkers op. Want ik kreeg contact dat, allemaal, dat het één grote bende was en er zochten mensen contact met ons. Wat er is gebeurd, na die uitzending met die podcast, zijn er twee mensen opgestapt. Oh. Die zijn direct weggegaan. Er is intern ruzie geweest. Nou, omdat er ruzie kwam. Want er was een vrouw, want we wisten nooit wie er verantwoordelijk was. Want degene die echt verantwoordelijk is bij FunX, de directeur, die is al heel lang op zwangerschapsverlof. Oh. Dus je hebt nu een adjunct-redacteur en dat is Chanel Farir. Oh, leuk, Chanel Farir. Ja, daar heb je de foto. En die is nu de bassin bij FunX. Interessant. Ja. En die heeft toen in de groepsapp van FunX gezegd, we moeten nu bij elkaar komen op crisisoverleg. Crisis. Omdat wij bedreigd werden? Omdat er heel veel ophef was over die podcast. Ophef over de bedreiging. Mooi. Iemand die ingrijpt. Iemand die zegt, dit kan niet. Ja. En toen is er besloten om niks te doen. Ah. Van, we houden het allemaal maar stil. Want dat zijn racisten, dus we houden het stil. Dus letterlijk gezegd, die vrouw, zoals ik begrijp, houdt die vrouw zichzelf geen enkele regel. Die zou gaan met allerlei artiesten daar. Ja. En dat is daar een regel. Dan komt er toch altijd rapartiesten, de een naar de ander. Ja. En daar gaat die vrouw dan ook mee de koffer in. Dus dit is zeg maar de Mark Overmars van FunX. Ja, maar zij stuurt niet alleen berichten. Maar ja, ik snap het wel. Als je die vrouw zo bekijkt, dan zou jij... Ja. Jij bent gek op donkere vrouwen, toch? Nou, ik lust wel een exotisch hapje, maar ik vind dit vind ik nou net een kerel met lang haar. Chanelva. Ja, hier word ik niet wil van. Nee? Nee.
Maar ja, goed. En toen is er ineens iets gebeurd, want de podcast is nu weg. Ja, het is toch eigenlijk niet te geloven. Wat wij hebben gehoord is heel simpel. De NPO, dus Hilversum NPO, heeft gewoon gebeld naar Chanelka, hoe heet ze? Chakalika. Chakalika, Wokidibika. Nee. Hoe heet dit mens? Chanelva hier. Chanelva. Die heeft gebeld naar Chanelva. Hallo, met de NPO, met die spreker. Hallo, met Chanelva. Wat is er aan je handje? Zo is het gegaan, denk ik. Dan heeft ze al meer gehoord dan ik, want ik kreeg ja. Nee, de NPO heeft ingegrepen. De NPO heeft gewoon gezegd, luister, dit kan niet. Wij vinden Jan en Dennis ook niet leuk. Wij vinden ook dat ze eigenlijk dood moeten. Maar dat mag je niet hardop zeggen. Dus dit gaat niet. En toen uiteindelijk heeft Chanelva ingegrepen. Ja. Heeft ze niet zelf gedaan, want ze vond het allemaal prima. Precies. De NPO heeft ingegrepen. En daarom is die podcast nu stilgezet. Dus de podcast 146, die is gekapt. Ja. Naar bedreiging aan ons adres. En Funix heeft gezegd, iedereen die eraan meewerkt moet zijn mond houden. Ja. Want ook al die boze rappers hebben ook niks naar buiten gebracht. Het is gewoon allemaal stilte. Er mag niks meer over gezegd worden. Nou, dat lijkt mij niet helemaal transparant voor een overheidsorgaan. Nee. Want dat is het namelijk. Nee. Dus heel vreemd. Ik heb toevallig gehoord dat de Kamervragen die gesteld zijn door BVNL... Wie dat, vragen? Dat ze aanvullende Kamervragen komen naar aanleiding van dit nieuws. Dus het wordt verlengd. Weet je wat ik nou niet helemaal begrijp? Hè? Als ik dan de NPO was, hè, dan had ik die mensen opgebeld. Zeggen, ja, dit kan niet. Dan had ik toch ook even een mailtje of wat dan ook naar ons gestuurd. Van ja, jongens, spijt me. Een beetje uit de hand gelopen. Het is een beetje een zootje daar. Ja, maar hoe het is een beetje een jungle. Het is een beetje een jungle. Het is een moeilijke woordkeuze. Wat dan? Nou ja, een jungle. Dat. Nou ja, goed. Laat maar. Jij wil, ik denk... Het is toch ook raar als je dan daarheen belt dat hun dan ook maar denken van publieke omroep van we gooien de hoorn erop, we zeggen verder maar niks. Ja, maar goed, luister, dit is natuurlijk gewoon het zwarte schaap van de NPO. Ja, nu ben ik wel klaar met je woordkeuzes. Hoezo? De jungle, het zwarte schaap. Dat bedoel ik toch allemaal niet zo? Niet? Ja, jij ziet overal racisme in. Maar ik denk dat ze bij de NPO denken, ja, daar doen ze maar wat. Dat is gewoon één grote puinzooi. En dan hebben ze nu ingegrepen. Ja, jezus, dan ben ik straks weer een racist. Dat is normaal, man. Ja. Nee, ja, het is toch gewoon een oerwoud? Ja. Dat zeg je toch niet? Ja, nee, wat wil je nou? Dan gaan we naar Selma Omari. Ja. Selma Omari. Die ken ik niet. Selma Omari is de ex van Boef. Hè? De ex van Boef. Oh. Ja, Jan, kom op, even. Ja, wat? Kom op, even. Selma. Ja. Oh. Je noemt de naam Selma Omari. En dan moet ik helemaal opspringen en zeggen... Godverdomme, meen je niet? Ja, meen je niet. Selma Omari. 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 Selma Omari. Jeetje, wie is dat? Dat is de ex van Boef. Ja. Oh, wat is er gebeurd met Selma Omari? Selma Omari heeft wat vreselijks meegemaakt nadat ze weer bij haar auto komt. Gisteren... I got real angry. I was a Karen yesterday. Ik ga niet eens voor jullie liegen. Ik stond geparkeerd in een parkeervak. Wat? Waarom? Die achterlijke Engelse tekst hadden tussendoor. Ja. Dat doen al die wijven tegenwoordig. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik versta niet. Wat zei ze eigenlijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet naar geluisterd omdat ik het vervelend vond. Gisteren. Ik kan dat wel even één keer. Komt hier. Gisteren. Is dit van hoe ding? Hij begint op het gisteren! I got real angry. I was a Karen yesterday. Ik ga niet eens voor jullie liegen. Ik was real angry. Ze was heel boos. Wat gewoon hoort. En er stonden auto's achter mij die daar eigenlijk niet mochten parkeren. Maar ik weet het. Ik snap de struggle. Dat je parkeerplaats vinden. Echter. Als ik daaronder moet lijden en een uur te laat kom voor al mijn afspraken omdat ik mijn auto er niet uit krijg. Omdat ik gewoon echt anders letterlijk de auto achter mij of de twee auto's naast mij zou raken. Ja, dan is het wel een probleem. Dus hele gemeente gebeld, 45 minuten in de wacht gestaan. Hele gemeente gebeld, mind you. Voordat ik überhaupt aan de gesprek was. Aan de gesprek? Kwam met de gemeente, kwam er een Nederlandse man gewoon naar mij toe. Oh, Nederlandse man, in Nederland. Ja. Je krijgt je auto er niet uit, hè? Ik zeg, nee, ja, heel vervelend. Zegt hij, ja, maar ja, je hebt geen zaak, hoor, bij de gemeente. Ik zeg, is dat jouw auto dan? Because I was feisty. Hij kon het krijgen. Hij was feisty. Got me fucked up. Zegt hij, nee. Zegt hij, maar ja,
this is serious shit, hè? Hij zegt tegen mij, jij mag niet in zo'n auto rijden. Moet je maar niet in zo'n auto rijden. Is te groot. Damn! I felt a type of way. Ik keek hem aan. Ja, dit heeft zij gedeeld. Ja, ik vind het heel erg. Toen kwam handhaving en toen hebben ze me eruit geholpen. En die zei, ze krijgen een boete. En I was like, normaal. En I was like, normaal. Ik zou niemand een boete gunnen, want ik wil zelf ook geen boetes. Maar naar wat ik heb moeten doorstaan, I was like, ja, sorry. Echt, voor alle leed, wil je alsjeblieft hun een boete geven? Ik ben hier best wel van geschrokken. Wat dan? Waarom zegt ze nou de hele tijd, waarom doet ze nou de hele tijd van die... Nou ja, ik wou zeggen Engelse teksten, dat zijn Amerikaanse teksten. Waarom doet ze dat er nou de hele tijd tussen? Ze spreekt niet eens normaal Nederlands. Deur en het lukt er niet eens. Nee. Maar wat, is dat nieuw dit? Ja. Ik vind het heel vervelend. Maar wel een lekker wijf. Ja, vind je dat? Ja, ik vind het lekker wijf. Nee, ik vind het echt een ordinaire Marokkaanse stoep. Want zij is zeg maar Marokkaans en zij... Nou, dat moet dan een islamitische vrouw zijn. Nou, dat kun je al doorstreven, want dit straalt niks islamitisch uit. Die vrouw die is gewoon een keer met boef gegaan. Die denkt nu dat ze de bom is, heeft de lippen opgespoord. Rijdt in een dure auto en die doet net alsof ze de koningin van Nederland is. Nee, echt een enorm ordinair vies meisje vind ik dat. Gaan we naar de volgende Marokkaan en dan hebben we het wel over een... Wat? Ja, we moeten niet altijd over Marokkanen hebben. Ja, jij wou dit meenemen. Vorige keer ben ik 5-6 keer met de dood bedreigd omdat ik... Nee. Ja. Het is wel een keer mooi geweest. Ja, ik was dus ook bij iemand en die vond het ook vreselijk. Dat vonden mensen echt vreselijk. Wat? Stel nou de moeder van Selma had dit filmpje gezien. Hoe had ze dan gereageerd? Nee, dat doe ik niet meer. Niet? Hou op, man, ik kan straks alleen nog maar met de bus. Als daar de ballen, godverdomme, niet van lek worden gestoken. Ik ben er klaar mee, Dennis. Hou op met iedere keer over Marokkanen te praten. En zij is gewoon een hele mooie vrouw. Nee, vind ik niet. Ja, maar ik hou niet van opgespoorde lippen. Ja, hou niet van opgespoorde lippen, want dat is niet echt. Moet je zeggen, godverdomme, je plastic haar en je bruiningscreme. Godverjezus. Ga door. Een andere Marokkaan die ik wel leuk vond was Ryan. Die is niet meer. Wie is dat? Ja, dat is die jongen in Marokko die in die put is gevallen. Jezus. Dat was toch een Marokkaan? Ja, meestal als je in Marokko was. Maar dit is toch geen overgang die ik wel leuk vond. Een jongetje van 5. Okay. Viool. Ook een Marokkaan. Tragisch verhaal. Ryan van 5. Die is in een put gevallen. Nou, ik had liever dat zij in die put was gevallen. Maar dan stuiterden ze misschien terug op die lip. Bloem, dat ze zo weer die put uitkwam. I mean, really? En dan heb je ook geen Nederlandse man die uit die put trekt. Nee, maar dit is toch een stomme stront. En dit is gewoon iemand die... dat vind ik gewoon tragisch. Ja, Jan, jij kent haar misschien niet zo goed. Maar zij wil een soort van Marokkaans sekssymbool zijn. Ik ben sowieso wel een beetje klaar met... Oké. Je hebt dan zeg maar allemaal meisjes die krijgen dan een relatie met iemand die bekend is, ja? Noem bijvoorbeeld zo'n Didi van Bram, die Jenny's Blok van vorige week. Dit domme wijf, dit is echt de domste wijf die ik ooit heb gezien. Die, en zo kun je er nog meer. Dan kun je mee haten jagen, zoveel mensen zijn. Wat zeg ik? Klaverjassen. Wat zeg ik? Kwartetten, zoals jij zou zeggen. Die mensen hebben niks in de melk te brokkelen. En die denken dan op een gegeven moment van, nou ja, ik wil toch wel graag beroemd blijven. Want die hebben dan hun functie als, schoonmaakster opgegeven om beroemd te zijn, om de vriendin van te zijn. En dan op deze manier nog in aandacht komen. Flikker op, man. Ga weer aan het werk. Ik vind dat zo kansloos. Die boef heeft nou bijvoorbeeld gewoon een kindje en een vrouw. En die doet hij bewust niet in de camera, omdat hij anders dit soort stront ervan maakt. Wat ben je nou dan? Hallo. Overigens, als u kijkt en ik heb camera's nu op mijn auto staan. Ja, daar denk je aan, hè? Wat? En een glazen brug staan de auto's binnen. We kunnen toch niet een programma maken waar jij de hele tijd drek en stront zegt over vrouwen? Daar heb ik overigens nog wel wat over te vertellen, want jij wil naar de drek
Nee, ik wil dat je ophoudt met dat soort woorden nee, te zeggen. Nee, jij wil mijn reminder. Nee, maar we hebben een groot probleem. Want straks worden we overal afgeflikkerd. Omdat jij dat iedereen stront. Je kan toch wel iets anders verzinnen dan dat? Ik wou net iets moois vertellen. Ik wil over elke drekhoer en stronthoer een piepje aten. Echt, dat moet je echt doen. Nou, over deze nog niet. Want Iris staat op de... Niet de woman's heels. Heb je nu ook al. Wat? De woman's heels. De woman's heels? Je hebt toch de mens held en de woman's held. Woman's held? Hoe heet dat kutblad dan? Waar heb je het over? De woman's held? Woman's held? Waar heb je het over? We hebben het over drek en vriendinnen van. Ja, wat is ermee? Ik noemde Iris Enter of altijd de drek. Wie? Ja? Ja, en die stond op de woman's held. De koffer. Hoe heet dat kutblad? Ik heb... Ja, nou goed. Iedereen weet dat blad. Hier heb je de koffer. En Iris, ik heb jou vaak beledigd, maar hier sta je mooi op. Dan noem je het de hield en nu het is de helft. De helft. 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 Nee, je staat... De woman's helft. Nee, woman helft. Woman helft. Ja. Dat heb je knap gedaan. Dus als je kunt beter niet bij radio doen, dan gewoon daarbij houden. Goed, we zouden naar een ander onderwerp gaan. Want jij... Hij stuurt me de hele tijd naar dat soort uitspraken, hè? Ja, maar we zouden ons leven zo langzamerhand niet zeker door al die rare uitspraken van jou. Maar goed, je bent blij dat... je vindt het jammer dat de ex van Boefie in die put is gesodemieterd. Ja, ik denk niet dat een goed begin van een verhaal is, maar goed, ga verder. Ja, maar dat gebeurde dus een zekere 5-jarige Ryan. Hè, en, dat is verschrikkelijk en die jongen is overleden. Ja. Ja, maar, nou, heel erg. Ja, iedereen heeft een Marokkaanse vlag op zijn Instagram gezet. Jij ook, neem ik aan. Nee. Ik ook niet, maar dat deden wel weer veel mensen. Oh. Maar dat zijn dan mensen die denken van... Oh, dat valt er misschien voor mij nog even een slaatje uit te staan. Dan kan ik laten zien hoe goed ik ben. Kijk, als mensen dat van Marokkaanse komen afdoen... dan snap ik nog dat je veel affiniteiten mee hebt. Stel nou, ik immigreer naar Spanje. Mijn vader is Spaans en ik woon in Spanje. En hier flikkert in Nederland iemand in de kliko of zo. Dan, ja, dan doe ik ook een Nederlandse vlag. En dan doet me dat extra pijn. Maar gewoon autochtone Nederlanders die dat doen om erbij te horen... heb ik me aan gestoord. Jij niet? Nou ja, jezus. Nee jongen, daar zie je van die Emma Rottenboer-figuren die dan zo'n Marokkaanse vlag doen. Ja, dat snap ik allemaal wel. Kijk, maar het is gewoon heel erg. Het is heel erg dat zo'n jong jongetje overlijdt. Punt. Maar dat gekoketteerde mee en kijken van, ja, kan ik deugdpunten scoren, dat vind ik echt belachelijk. Ja, en het dieptepunt ik zou je vertellen, als er godverdomme een Chinees kind in een put sodemieten, dan hoor je die mensen niet. Nee. En dat is ook wel begrijpelijk, dat wil ik zo. Een stik van de Chinees. Nee, het stikt ook van de Marokkaan, hoor. Laten we eerlijk zeggen, als ik in Nederland moet kiezen, stel je hebt een grote put. En Dit wordt echt levensgevaarlijk, hou er maar op. Dan hebben we muziek! Ah, ja, lekker muziekie. En hij is weer terug. Hij was moeilijk te bereiken. Druk, geen tijd echt, meer. Heb je echt mooie ruzie met die ander? Nee. Kijk, Frederik had vorige week een rap gemaakt. Frederik de Zwetse. Of een lied, maar die ben ik vergeten uit te zetten. Omdat jij begon te rappen. Toen was ik in de war. Maar het komt goed, Frederik. En ik heb veel aan het hoofd de laatste tijd. Maar goed, het komt allemaal goed. Maar deze week weer terug van stal met Doc. Ah, maar Dokkie. Onze grote vriend, onze huisrapper. Onze boempatsch. Ja, er is toch altijd veel vraag naar. Ja, tuurlijk. Maar Doc is ook een goud eerlijke jongen met een fantastische talent. Ben je er klaar voor? Zeker. Maar mag ik even vragen? Er zitten hier twee totaal oninteressante, onbekende wijven. Ken je ons with alone, alone lieve, lieve alone. Ja. 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 En nu is hij weer boos. Ja. Sorry, not sorry. Het spijt mij ook niet echt. Was het ook karma nu je zelf COVID hebt? Je had alles bij elkaar en echt te veel plegen. Karma zou zijn als ze bij Ruma ging inbreken. Stop making stupid people famous. Rap dit totdat het vet gedrukt in mijn cv zit. Ik doe niet meer mee. Ik distancieer van iedereen die rapt het hoge zandzappen meer. Echt waar, hoe kan je zo zijn? Met een rechtszaak, je geeft alleen hoofdpijn. Zoek de reden om te staan in die spotlight. Als je er niet langer achter staat, haal het offline. Simpel. Wil ik een heel verzum droppen, moet ik in de koffer. Want iedereen daar heeft een hekel aan de mening. Zolang je mening niet met iedereen meezing. Vergeet het maar, blijf die bars verzinnen. Niemand is mijn baas, Mark van der Linden. Al die types in de media, ga van binnen. Zolang dat niet verandert, ga je me daar niet vinden. Denk zelf na, ik ben geen onderwijzer. Je bent een domme meid, geef je jouw bronnen prijs. Hoe het ook zij, die vonden kolderweien. Dat zijn gesteken onder water, maar onder ijs. Dom, dom, dom. Iedereen
Zo, daar was hij weer. Heftig. Ik vond hem heftig. En hem hadden al de kotsen vond ik ook heel heftig. En het was wel weer heel prachtig. Ja? Maar Doc, ik heb je gemist, vriend. Mooi, het was echt heel mooi. Maar nu zegt die, de Zwetser waarschijnlijk van ja, je geeft Madok heel veel complimenten meer dan mij. Ja. Ja, maar... dat is ook zo. Want Doc is namelijk een wereldster in mijn ogen. Ja, nee, Madok doet dat goed. En Madok had het toevallig nog over Mark van der Linden. Ja. Harry Daddy Top for Fun. Ja. De man die bij Boulevard is vertrokken, maar zegt dat hij zelf wegging. Ach, dat is zo gelul. Afscheid wou nemen bij Boulevard, maar dat mocht niet bij Boulevard. Goh, hoe zou dat dan komen? En weet je wat ik ook zo mooi vond? Dat Harry Top for Fun, Harry Daddy Top for Fun, die zat bij Op 1 te vertellen dat hij uit zichzelf was opgehouden omdat hij graag iets anders wilde gaan doen. Maar nu wel weer een baantje als showbiz of als royalty kennen wil. Maar graag hetzelfde baantje ergens anders zou willen hebben. Dat is een beetje vreemd, niet? Dat je bent opgestapt om hetzelfde ergens anders te gaan doen, terwijl je bent opgestapt omdat je daarmee wilde ophouden. En dan mocht je dan niet je afscheid hebben bij RTL, Boulevard. Hoe zou dat dan komen? Nou, ik zal je vertellen hoe dat komt, Dennis. Omdat de beste man is ontslagen wegens zijn wangedrag, drugsgebruik en het regisseren van porno. Ja. Dat weet iedereen. Dat weet echt iedereen nu, hè? En RTL heeft gewoon de vlucht naar voren gekozen om te zeggen... Ja, luister, we zijn gewoon uit elkaar gegaan, want Mark had er geen zin meer in. Ja. En dan bij Op 1 zeggen, ja maar, hallo, wil iemand mij met hetzelfde baantje misschien? Ik wil graag hetzelfde werk. En nu deelt hij zijn royalty shit via Instagram. Ja. Ja, nou, het is wel een beetje terug. Het is een beetje klaar. Ook in ieder geval Mark van der Linden. Ja, het heeft je kop gekost, vriend. Maar als hij weer een keer zo'n film regisseert, dan wil ik een keer meedoen. Wil je erin spelen? Ja, dat lijkt me wel mooi. En ja, welke positie wil je dan? Ik denk dat jij ontvanger bent. Komt ja, maar het? Misschien doet hij ook een keer iets met vrouw. Dat lijkt mij niet. Maar ik denk ook niet dat je daar heel erg in past. Ik wil een toiletscène doen. Met Mark samen? Nee, ja. Nee. Dan pas je er niet in. Dat deurtje die dicht gaat. Dat de scène is dat iemand die deur... Dan stik je uiteindelijk in het toilet. Goed, mooi moment om te gaan naar het blokje. Het is tijd voor het... Mijn reclameblokje. Ja, en dan, zoals u gewend bent, maar de oproep wordt steeds dringender en moeilijker. Gaan we naar onszelf, banden lek gestoken. En normaal is dat ook terecht. Kort geding, gedoe. En normaal is dat naar Jan, maar deze week heb ik een beetje het voortouw genomen, de beledigingen. Zodat ze dan jij een weekendje rust hebt en dat ze dan misschien naar Glanenbrug komen. Ja, dan laten we dat hopen. Dat is schuld van mij. Hè? Maar dan dacht u misschien wat komt hier. Glanenbrug ligt naast Enschede trouwens. Ja. Als jullie uit Amsterdam West en andere kansparelbuurten denken van we accepteren dit niet. Enschede en dan daarnaast. Ja, dit weekend moet je bij mij zijn en ben je heel boos. Het veelal is een grapje, hè? Maar goed, ik vond dat dat kon en dat... als u dat nou ook vindt, hè? En dan... wat donateur? Ja, ik... Het is warrig, je moet van het spul afblijven. In ieder geval, wilt u ons steunen om dit prachtige programma te maken? Ga dan naar rollenpapenbekbuk.org. Rollenpapenbekbuk.org. 5 eurotjes per maand. Dat is nog helemaal niks. En wat doen we? Omdat we jullie lief hebben. Omdat we het fijn vinden dat jullie het mogelijk maken dat we deze uitzending kunnen maken. Stuur ook wel terug. Namelijk een compilatie van alle stukjes wat we hier overhouden. En ook wel stukjes die te grof waren. Ja, die kunnen we dan niet uitzenden. Want nu laten we stukjes zien die zorgen voor schade aan auto's. Maar de stukjes die we dan naar jullie toesturen zijn de stukjes die onze gelatine anders zouden betekenen. Met het hoofd op het hakblok. En ik zie aan jouw blik dat ik dat Franse woord beter niet had kunnen zeggen. Een gelatine is wat een bijvoorbeeld pudding. In drop zit. En een pudding zit. Ja. Komt uit varkensbotten. Maar je bedoelt de guillotine? Nee, met dat mes dat naar beneden valt. Ja, ja, de guillotine. Ja, ja, ja. Ja, dat is niet de gelatine. Nee, ja, nee, ja. De guillotine. Ja. 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 De guillotine. Ja. Die, ja. De gelatine. En dan zitten we in het reclameblokje. Maar terwijl we in het blokje zijn, moeten we naar een vriend van de show. We gaan naar Rogier! Leuk! Hoe kom je daar nou opeens bij? Nou, want Rogier reageerde op de nieuwe trui. Oh, leuk! 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 Rogier deelt een foto van de mok met zijn hoofd erop en zijn tekst. En hij zet daarbij... Leuk!
Hashtag bekerstruien roddelpraat. Hashtag Dennis. Hashtag Jan. En daar heeft Rogier inderdaad gezegd. Want de truien en de mokken zijn gewild. Maar we hebben ze nog. Ook de walgelijke mantrui. Walgelijke man. Warme broodje over de toonbank. En we hebben nu ook de ladyshift trui. Ah, helemaal passend in de deze ladyshift trui. Van grensoverschrijdend gedrag. Hè? Dus de ladyshift die zei. Die vrouwen zijn helden. Die vrouwen zijn helden. Maar als je een kortingje wil op je huur, dan moet je eventjes met de beentjes richting het plafond. De ladyshift Wilfred Genee, poep, hebben we ook. Maar dan woon je wel mooi in Amsterdam als je dat doet. Wat wel vervelend is, Rogier becomplimenteert ons met de merchandise die zijn naam draagt. Ja. Maar heeft ons dan wel op alles geblokkeerd? Ja, Rogiertje, luister dat je Dennis hebt geblokkeerd, dat snap ik. Jullie zaten er, tenminste, jij zat eraan te denken dat er een mogelijk intieme relatie in zat. Hij heeft vaak zijn benen naar je opgestuurd, dat hij in belt zat, weet je nog? Ja, zeker. Hij hoopte op meer dan alleen maar vriendschap. Prima, maar je hebt mij ook geblokkeerd, zag ik op WhatsApp. En ik wil jou graag een vraag stellen. Dus kan je mij deblokkeren? Dank u wel. Ja, we zijn nog steeds bezig met een mogelijke aanwezigheid van Rogier hier in de toekomst. Dat zou toch vreselijk leuk zijn? Maar dat verloopt niet met slag of stoot. Goed, tot zover de merchandise. Gaan we naar de betalende adverteerders. Want zonder door collectief heeft zonder slag of stoot, niet met slag of stoot. Heeft een nieuwe actie. Ja, zonder slag of stoot. Man, ik heb barstende koppijn door jou. Nou, misschien komt dat door al die middelen die je gebruikt tegenwoordig. Misschien spring ik straks zelf in een of andere put. Goed. Dat was ook een grap, want ik heb hier gewoon balkon als het echt aan toe komt. Als ik hoog genoeg zit. Stukendoor Collectief heeft een nieuwe actie. Nou, vertel. En waar dat altijd was, ze hadden dus een mooie actie met het stukken. Die geldt nog steeds, maar ze hebben het nu met schilderen van wanden. Prachtig. Van €12 per vierkante meter voor €8 per vierkante meter. Dat is niet veel. Nee. En nu werd ik gebeld door ze. Toen zei ik, nou, dat is inderdaad niet veel. Maar zei, die wordt nog veel mooier. Nou. En zei, ook al heb je een kasteel, waar je ook woont, we doen het allemaal in één dag. Dat kan niet. Ja, nee, dat zei ik ook. Ik zei, als iemand nou belt met 1000 vierkante meter, de Humbleoven, in één dag is je hele huis geschilderd voor €8 per vierkante meter. Dat is toch fantastisch? Dat is niet veel, hoor. Stel dat je een kasteel hebt, de hele dag ga je eventjes, weet ik van, ja, een beetje misschien wandelen in je park. Kasteels hebben toch een park? Mensen met een kasteel hebben toch een park? Of niet? Je hebt toch een park als je kasteel hebt? Je tuin is toch een park als je kasteel hebt? Ik moet dus zeggen, de hele dag in gewandelen kom je terug. Hele tijd geschilderd. Ik zag dus het kasteel van Sander Schimmelpennink. Die heeft nou een programma op NPO 3. Ja, die verschrikkelijke natnek. En wist je dat hij in de Diepenheim een heel kasteel heeft? Ja, want die is van adel. Tenminste, in de adelstand verheven hij dat. Ja. Dat betekende namelijk dat als je fout in de oorlog was, niet in de Tweede Wereldoorlog, wat zijn familie ook was overigens, maar in de oorlog dat de Fransen hier binnen waren gevallen, in de Napoleon. Nu spreek je mij aan dat ik iedere keer geen grapjes meer mag maken over mensen van een komaf met een rode vlag en een groen sterretje. Maar dan iedere keer maak jij grappen over Duitsers, terwijl mijn vader alleen maar Duitse klanditie heeft en ik aan de grens woon. Dat is een soort van... Ja, maar Duitsers die kunnen dat makkelijk hebben. Nee. En die andere mensen steken je banden lek. Snap je wat ik bedoel? Die zijn in de adelstand verheven omdat ze fout waren in de oorlog met de Fransen. Ja. Ik wil alleen als voorbeeld geven dat dat kasteel ook in één dag geschilderd kan worden. Ah, mooi. Ik moet ook binnenkort even bellen met onze vrienden van stukendoorcollectief.nl, want mijn huis moet ook van binnen gewit worden. Ja. We hebben dus laatst, mijn vader heeft dus zeg maar de slaapkamer van mijn vader. Jouw vader heeft de slaapkamer van jouw vader? Die heeft hij onlangs zeg maar zijn eigen slaapkamer. Het behang van afgehaald en geschilderd. Ja. Maar dat was vroeger mijn slaapkamer. Yo. En ik wist nog dat er kwam vroeger wel eens. Ik kwam wel eens voor dat mijn moeder mij opsloot in de kamer als ik straf had. Ja. Maar ik wist nog, toen was ik klein en ineens kwam dat terug. Toen moest ik poepen. En toen kon ik dus, ik schreeuwde en deed meneer. Maar mijn moeder ging toen naar de supermarkt, dus ik was opgesloten. En toen had ik lopen poepen in de kamer. Ik stront over de hele muur geveegd. Dus mijn vader, die haalde dat behang eraf. Vol stront nog, die muur. Ja, verschrikkelijk. Maar er zit nu verf overheen. Dus ja, als het stukken door collectief, wouden we dat niet aandoen. Maar ja, we hadden het over schilderen, toch? Wat een verschrikkelijk verhaal, maar je hebt echt een verschrikkelijke jeugd meegemaakt. Ja, nu klopt. Snap ik dat je aan de druk zit. Ja, daarmee. Dan gaan we ook naar het zonnestroomcollectief. Ah, prachtig. .nl. En die plaatsen geweldige zwarte zonnepanelen. Prachtig, zomaar op je dakje. En wat gebeurt er dan? Dan schijnt het zonnetje. En die komt zo met zijn straaltje zo. Plop, 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 op
de zwarte paneeltjes op je dak en wat krijg je dan gratis? Stroom. Ja, en ze installeren ook kookgroepen. Kookgroepen. Top. Er zijn al hoogoplopende discussies geweest. Wat zijn al kookgroepen? Ik heb daar heel veel mails over gekregen, weet je dat? Ja, ik ook. En dat je echt denkt, is dat nou de reden om een mail te sturen? Maar kookgroepen betekent dus, wat ik ervan heb gesnapt, is dus dat je extra energiegroepen krijgt voor je keuken. Ja. Ja, ja, en dus dat betekent dus niet dat er mensen aan de deur komen om bij je te koken in groepen. Of mensen met een cocaïneverslaving. Nee, dat betekent dus niet zo. Eigenlijk betekent het gewoon, als je het mij vraagt, dat er krachtstroom wordt aangesloten voor een huis. Ja. En ze hebben nu ook een actie. Als iemand nu daar zonnepanelen neemt, en die worden dan neergelegd, dan komen wij ze plaatsen. Wie? Jij en ik. Wat is dan voor kutactie? Ja, ik vond dat stond ineens in de mail. Maar ik heb hoogtevrees. Dat heb ik ook teruggestuurd. Dat ik dat heb? Nou, ik heb dat ook vanuit mezelf gestuurd. Maar dat gebeurt dus wel. Ja, de klant is koning. Dus als u zonnepanelen neemt. Ik heb wel gezegd, dat moeten dan wel die mensen zijn die dat op zo'n rieten dak doen. Ik ben toch benieuwd wie dat dan zijn, wie dat dan doen. Rieten dak? Ja, er zijn toch van die, vertel toch, aan de overkant bij mijn tante en mensen zo'n mooi rieten dak met nu allemaal zonnepanelen erop. Maar dan ben je echt gek. Ja, nou, ik vind die dingen sowieso niet al heel erg mooi, maar op een rieten dak is dat echt schandalig. Maar ik ga toch godverdomme geen zonnepanelen plaatsen? Ja, luister, iedere keer klaag jij als ik niet heb geregeld dat er adverteerder is. Is er een adverteerder, komt met een idee, ja, zo raak je ze allemaal kwijt. Dus Jan gaat het dak op. Hoe heet die website? Zonnestroomcollectief.nl. Voor de prachtigste zonnepanelen van Nederland. Hartstikke leuk. En die worden geplaatst door echt serieus getalenteerde vakmensen. Zoals Dennis en ik. Ja, dat zou dan kunnen. Ja, we doen het bij eentje toch? We doen het niet bij... Dus even gewoon voor Ja, bij eentje. Dus oh, bij eentje. Dus met zo'n rieten dak. Ah, leuk. Ja. Missen we dan nog iets? Nee. Nee. Prachtig. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze fantastische rollenplaats. Dat is toch geen uitzending? We hebben geen afsluiting. We hebben het... Wat? Nee, ja. Ik ga gewoon weer naar bed. Bedankt voor het kijken naar deze rollenplaat. Heel veel scoops, heel veel verhalen. Maar ja, er is iets met Dennis. Dennis gaat voor onderzoek naar het ziekenhuis. Je moet echt verder laten onderzoeken. Dat gaat echt niet goed. Ja, en de familie Warmerdam. Jammer dan. Ja, die was wel weer leuk. Nou, doeg!